Dag allemaal, Anne-Claire Meulman hier. Welkom. De website is www.cwowi.eu en dat staat voor Church Without Walls International. Goed, welkom. Je kan dan naar mijn YouTube-kanaal gaan en op Facebook kun je andere video's van me vinden. Goed, vandaag wil ik het hebben over hoe de Heer onze stappen leidt. En waarschijnlijk ben jij je daar ook wel van bewust dat hij je stappen leidt. Maar hoe doet hij dat soms? En dat, als je erover nadenkt, is dat natuurlijk iets geweldigs. Ik wil met jullie delen een tekst uit Psalm 37, vers 23. En dan zegt de Nederlandse Bijbel: door de Heer worden de schreden van een man bevestigd. En dat bevestigde, eigenlijk wordt ermee bedoeld dat hij onze stappen bepaalt, dat hij onze stappen leidt, van waar we gaan naar wat we doen moeten. En soms zijn we ons helemaal niet van bewust dat hij onze stappen leidt, maar hij doet dat op een geweldige manier. Hij doet dat in kleine dingen en hij doet dat in grote dingen. En in kleine dingen, zo straks heb ik het in het Engels gedaan, dus ik doe het nou gewoon in Nederlands. In kleine dingen, ja, dat gebeurt zo vaak dat het soms moeilijk is om eventjes weer tevoorschijn te brengen van well, hoe was dat, maar ik weet in ieder geval een van de keren, dat was toen we naar Schiphol moesten. We moesten mensen oppikken van Schiphol, gasten die daar zouden komen en we zouden de auto even bij kort parkeren zetten. Ik weet niet of je bekend bent bij Schiphol, dan kan je daar, als je aankomt daar links, maar heb je kort parkeren, dan geloof ik dat je een kwartier of zo mag staan. En mijn man ging eruit, want ze zouden klaarstaan en dat was het dan. Dus ik ga erin nemen, een kaartje, en dan moet je eigenlijk onmiddellijk weer een plekje vinden. Dan kun je er ook weer snel uit. Nergens een plekje, dus ik er weer uit. Maar denk, ja, ik moet toch mijn auto ergens neerzetten, dus ik er weer in. Nergens een plekje, ik er weer uit. Ik geloof dat ik dat 4 keer heb gedaan. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, dat is te gek. Ik moet die auto kwijt. Dus ik zei, vader, ik heb gewoon een plekje nodig nu. Ik moet ergens gaan staan, want ik kan niet van mijn rondjes blijven rijden. En nog geen halve minuut daarna was er een tik op mijn raampje. En ik kijk daar links en dan staat een meneer, ik doe mijn raampje naar beneden en zegt, heeft u een parkeerplek nodig? Ik zei, ja, heel graag. En zei, nou, volg mij maar. Ik moet toch weg. Dus ik rijd langzaam achter hem aan en hij gaat naar zijn auto, gaat eruit en ik kom erin. En denk, wauw, wat bijzonder dat de Heer dat deed. Ik had er nog maar net gebeden en hij leidt het zo dat die man eraan komt, zodat ik daar kon gaan staan. Een andere keer was jaren terug toen we bij vrienden in Schotland waren. En ik, als je naar Schotland gaat, wat denk je dan aan? Hè? Dan denk je natuurlijk aan de Schotse klederdracht, aan kilten en aan die, hoe heet die dingen, die doedelzakken. Hè? En zij wonen in een vrij grote plaats waar je, de mensen lopen echt niet zomaar in klederdracht. Dat zoals ze dat hier in Nederland ook niet doen. En toch was het wel in mijn hart om nog een keer zo'n klederdracht te zien. Of had ik daar niet voor gebeden. Maar we reden een eindje, we gingen ergens naartoe. Op een gegeven moment gingen we van de snelweg af. En toen kwamen we langs een soort van B&B hotelachtig iets. En daar buiten dat hotel, op dat trapje voor de ingang, daar stonden 2 mannen in klederdracht. Dus ik zei tegen degene die reed, oh, kun je stoppen hier? En dat kon gelukkig, want het was een heel smal weggetje. Dus we stopten, ik de auto uit. En vragen aan hun, vinden jullie het erg als ik een foto van jullie maak? Kom uit Nederland en bla bla bla. Ze zei, nee hoor, dat is oké. Dus ik maakte een foto, stapte weer in de auto. En we gingen door, maar dat was een doodlopend weggetje, bleek het nu. Of het hoorde bij dat hotel, er was een parkeerplaats en verder niets. Dus we moesten weer terug. En toen we rijden er weer langs en die mannen waren weg. Die waren weer binnen. Dus ik denk van, wauw, heb je dat gezien jongens? Ze stonden er net en nu zijn ze weg. He, op dat moment dat wij er langs kwamen, stonden die mensen daar. Waren we iets later gekomen, dan waren ze weg. Hoe kan dat? Ik weet niet hoe de Heer dat doet, maar hij doet dat. En jij hebt er ook vast wel meegemaakt in je leven dat je parkeerplaats nodig hebt en dat je dan een vader vraagt. En sommigen zeggen van, ja, daar kan je God niet mee belasten hoor. Hij heeft zoveel grote dingen om ervoor te zorgen. Denk je heus dat jij voor een parkeerplekje voor jou wil zorgen? Wel, er is 1 waarheid in de Bijbel, 1 regel van uw geschieden naar uw geloof. Als jij denkt dat God dat niet kan doen, dan doet hij dat ook niet voor jou, omdat je dat niet van hem verwacht. Maar als jij dat vertrouwen hebt dat hij jou ook je kleine stappen leidt en dat hij dat ook wil doen voor je, dan zul je zien dat hij dat voor jou doet. Dus ga van de week maar eens kijken hoe hij jouw stappen leidt en hoe je mensen tegenkomt en dingen waarvan je niet verwacht hebt. Dat je misschien zou zeggen, wauw, dat was bijzonder. Of nou, dat was wel een toeval dat ik die net tegenkwam. Of ik dacht net aan die en daar belt hij. De Heer leidt onze stappen. En de afgelopen weken, het was het slecht weer. Je weet hoe het weer was hier in Nederland. Stormachtig, veel regen en we moesten een boodschap halen. En ik wist daar op de dag, dat is bijna geen plek, normaal al niet. Zeker niet op zaterdag.
Dus ik vroeg de vader van, wilt u me een plekje geven? Want we hebben een plekje nodig om de auto neer te zetten als kant dichtbij. Toen niet heel eind hoeven te lopen. En ik rijd die parkeerplaats in en onmiddellijk daar voor me, van links, rijdt er iemand naar achter die verlaat een plekje. Hij draait en ik kon er zo in. En het was een perfecte plek op een perfecte timing. De Heer leidt onze stappen. Hè? En wees dan ook dankbaar dat hij er ook zegt, dankjewel vader, dit is geweldig. En hoe hij dat doet, snap ik echt niet. Want het was een drukke weg. We moesten heel vaak wachten voor het verkeerslicht en andere dingen die ons ophielden. En toch kom je precies op die juiste tijd daaraan. Dus de Heer die bepaalt ons, die leidt onze stappen. De Engelse Bijbel zegt, He orders our steps. En dat doet hij in de kleine dingen, hè? Maar dat doet hij ook in de grote dingen. En daarbij wil ik met jullie gaan naar het verhaal van Abraham, wat jullie wel kennen. Hij kreeg de roeping van de Heer in Genesis 12, dat de Heer zei, ga uit je land, uit je maagschap, uit je vaders huis naar het land dat ik je wijzen zal. Ik zal je groot volk maken enzovoort. En dan staat er in vers 4, oké, toen ging Abraham zoals de Heer hem gesproken had. Wauw, maar hij nam wel Lot met zich mee. En ik vind het zo bijzonder dat hij gewoon ging. Dat hij niet zei van, ja, maar het was met zoveel mensen. Het was niet als een gezin hier in Nederland. Man, vrouw, misschien twee kindertjes. En je kan in je auto stappen. Nee, dat was heel wat anders. Ze hadden tenten, ze hadden dieren bij zich. Ze hadden dienstknechten enzovoort. Het was niet zo alsof je dat maar even makkelijk je boeltje oppakt. Maar hij deed het wel. En het was ook niet zo daar dat je zomaar kan reizen en allerlei dingen kon doen. Nee, ze zaten op een bepaalde plek. Dat was waar ze thuis waren. Hij moest zijn huisland verlaten. Zijn thuisland. Of wat staat hier? Je vaders huis. Dat wat hij gewend was. En waar hij vandaan kwam. Zijn familie moest hij in de steek laten. Dat is ook niet makkelijk. Ja, om dat te gaan doen. Maar hij ging het gewoon. Hij deed. En de Heer had niet eens gezegd waar hij naartoe moest. Hebreeën 11 vers 8 zegt, Abraham vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Maar hoe anders is dat met ons als christenen vandaag de dag? En soms verbaas ik me daarover hoe mensen, hoe christen tegenwoordig, vooral jonge christen helaas, alles op een rijtje moeten hebben, willen ze de Heer volgen. Ze moeten weten wat de volgende stap is. Ze moeten weten of hun pensioen wel geregeld is. Ze moeten weten hoe dat gaat en waar precies en wat is het huis. Ik wil wel dit en dat en ik wil wel dat en dat. En ze moeten van stap A tot en met Z klaar hebben en God moet dat tegen hun zeggen. Wat allemaal, alsof hij hun dienstknecht is, alsof hij hun moet leiden. En maar ze, of moet volgen, hè, maar zij volgen de Heer toch? Maar Abraham, hij ging gewoon. Ik denk aan zoveel mensen in Nederland die wij kennen. En Anna van der Bijl bijvoorbeeld. En zoveel mensen rond die tijd. Hè, geweldige mannen en vrouwen van God. Die als ze een roeping kregen, als God hun iets zei om iets te doen. Ze deden dat gewoon. Hè, ook al was het moeilijk. Ook al moesten ze bekende omgeving verlaten. Hun familie vaarwel zeggen voor een tijd. Maar ze deden het. Ook al wisten ze niet hoe alles uit zou pakken. Abraham die deed dat ook. Nou, en hij gaat gewoon naar het zuiden toe. En op een bepaald moment komt hij bij Sichem. En dan staat er in vers 7, toen verscheen de Heer aan Abraham. En toen pas zei hij, aan dit land nageslacht zal ik het land geven. En Abraham die bouwt dan een altaar voor de Heer. Enzovoort. Maar dan gaat hij riep de naam des Heeren aan. Maar hij trok nog verder naar het zuiden. En eigenlijk weet ik niet waarom hij verder naar het zuiden trok. Dat staat hier niet. Misschien wilde hij gewoon het land verkennen. Dat zou kunnen zijn. Maar in ieder geval, hij vertrok verder naar het zuiden. En toen brak er een hongersnood uit. En het is niet zo dat als er een hongersnood uitbreekt in jouw leven, of een moeilijke situatie of een calamiteit, dat je dan niet in de wil van God bent. Nee, Abraham was in de wil van God en toch was er een hongersnood. En dus wat doet hij? Hij stond op het punt Egypte binnen te trekken. Ik weet niet of het wijs was, misschien had hij daar moeten blijven. Misschien had hij God moeten vertrouwen dat hij zou voorzien. Maar hij gaat naar Egypte, want daar was geen hongersnood. En dan doet hij dat domme natuurlijk, dat hij zegt dat zijn vrouw Sarah, dat het niet zijn vrouw is, maar dat het zijn zuster is. Het was zijn halfzuster, maar oké. Hij liegt eigenlijk, hè? Maar die beschermt Sarah. Moet je nagaan. Hij maakt een fout, hij doet iets doms en toch beschermt de Heer Abraham en beschermt hij Sarah. En dan heeft hij door van oké, dat moet ik niet doen en dan gaat hij weer terug. En dan staat op een gegeven moment in hoofdstuk 13, hij was al zeer rijk. En dan gaat hij weer terug naar Bethel, de plaats waar zijn tent in het eerst had gestaan. En de plaats van het altaar dat hij daar gemaakt had. En daar roept hij de naam des Heeren weer aan. Maar hij had nog steeds Lot met zich mee. En dan weet je dat daar die ruzie gebeurt tussen de herders van Lot en de herders van Abraham. Omdat er niet genoeg land was voor hen allebei.
En dan zegt Abraham, oké, scheid je toch van mij af, zoek maar, waar wil je naartoe? Ga je naar links, ga ik naar rechts? Ga jij naar rechts, ga ik naar links? En Abraham kiest, hij zag met zijn natuurlijke ogen, hij koos het beste in het natuurlijke. En daar ging hij naartoe, maar dat was vlakbij Sodom. Dat was niet de beste plek waar hij had moeten zijn. Oké, en Abraham, die neemt dus de andere plek en dan staat er in. En de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch je ogen op en kijk je naar het noorden, zuiden, oosten, westen. Nou, al dat land hier, dat is van je enzovoort. En hij doet hem een geweldige belofte. En dat is ook zo apart. Een paar keer daarvoor staat Abraham, riep de naam des Heeren aan. Maar de Heer zei nog even niets terug. Pas nu Lot zich van hem verwijderd had, doordat hij gescheiden was van Lot. En eigenlijk de Heer 100% had gevolgd, want dat had hij gezegd, ook je familie verlaten. Toen pas verscheen de Heer aan hem en bevestigde hij die belofte. En vaak is dat in ons leven ook zo. Dat we de Heer soms verwachten dat hij antwoord geeft, dat hij tot ons spreekt. En soms is het goed om eens even terug te gaan als je niet van hem hoort. Van wat is het laatste wat hij tot mij gesproken heeft? Wat heeft hij gezegd? Heb ik dat gedaan? Heb ik dat gevolgd? Oké, dan is het oké. Heb ik dat niet gedaan? Ga dan terug naar hem en doe het dan. En wees gehoorzaam en je zal zien dat de Heer weer opnieuw tot je gaat spreken. Goed, dat was het verhaal van Abraham. Een ander verhaal kunnen we lezen over Paulus in Handelingen 16. Paulus die ontmoette de Heer op de weg naar Damascus. En de Heer zendt hem naar de heidenen toe, dus niet naar de Joden, wat hij logisch zou zijn, want hij was helemaal bekend met de Joodse wet, maar juist naar de heidenen. En dat gaat hij dan doen. En het hart van de apostel is om daar te gaan waar niemand nog het evangelie gehoord heeft. Dus dat doet hij dan ook. En dan staat hij in hoofdstuk 16. Dan komt hij in Darbe en in Lystra. En dan ontmoet hij een zekere discipel genaamd Timotheus. En hij neemt Timotheus met zich mee. Hij besnijdt hem zelfs enzovoort. En dan gaat hij weer verder, reist hij verder. En dan gaan ze door het moeilijk woord Frigisch, Galatische land. In vers 6, maar ze werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Azië was een provincie, het is niet Azië wat wij nu kennen. Verhinderd, ik weet niet hoe de Heilige Geest dat verhinderde. Misschien dat ze gewoon onvrede en onrust was in hun hart. Maar misschien sprak de Heilige Geest wel niet doen. Oké, en dan gaan ze een andere kant op proberen. Oké, als we niet naar links moeten, laten we dan naar rechts gaan. Vers 7, ze poogden naar Bithynië te reizen. Maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe. En het woordje liet het niet toe in het Grieks is een heel sterk van nee. Nee met een uitroepteken. Niet gaan, je mag niet. Daar niet naartoe. Dus daar konden ze ook niet naartoe. En dan gaat hij maar weer een andere kant op, naar Troas. En toen kreeg hij in de nacht een gezicht en er stond een Macedonische man. En die riep hem toe, steek over naar Macedonië en help ons. En dan staat in vers 10. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Dus ze waren bezig om dingen te doen. Ze deden wat ze wisten dat ze moesten doen. Ze gingen en de Heer leidde hun stappen. Ook al wisten ze niet precies waar moet ik nu naartoe, waar moet ik dan naartoe. Maar de Heer leidde hun stappen. En in dit geval zei hij een paar keer nee. En toen ze echt niet meer wisten waar dan wel naartoe. En toen kwam er een duidelijke opdracht. De Heer zei, ga naar Macedonië. En dat deden ze dan. En de eerste stad die ze tegenkwamen was Filippi. En daar vinden ze langs de rivier Lydia. Lydia opent haar hart, bekeert zich en ze zegt, neem uw intrek in mijn huis. En dat was de eerste huisgemeente. En lees je het boek Filippenzen, dan weet je dat dat geschreven is naar Lydia en aan de mensen die bij haar in de gemeente kwamen. En die brief van de Filippenzen is een van de warmste brieven die Paulus schrijft. In andere brieven heeft hij vaak wel een bestraffing, hè, of iets wat ze moeten veranderen. Of zo, maar dan in de brief van de Filippenzen is alleen maar lofprijs en een hele warme brief. Een hele warme connectie dat hij met hen had. Dus je ziet hier hoe Paulus geleid werd doordat hij dingen ging doen en niet maar stil bleef zitten. Ook Abraham, hij deed wat, ook al wist hij niet precies wat. Heb jij een opdracht van de Heer? Wees niet bang om wat te doen, om uit te gaan. Vertrouw erop dat hij je stappen leidt. En ook al maak je een fout, het is oké. Hij zorgt er wel weer voor dat je op het rechte pad komt. Dat je in die perfecte wil van God komt. Laat dat een rust en een troost voor je zijn. Tot de volgende keer.